Tim Lips, vlak voor het afsluitende springen. De spanning is van zijn gezicht te lezen, want hij kan dus de eerste Nederlander worden die na 46 jaar in de 47e editie de Military van Boekelo op naam kan schrijven. Nu dus tweede, achter Tim Price. Alex Huatian, de leider naar de dressuur, heeft Don Gennaro teruggetrokken vanwege een kwetsuur aan de hoef van dat paard. En dat vergroot dus de kansen voor bijvoorbeeld Tim Lips. Of misschien wel Alice Nabel-Lozeman, wou ik zeggen. Maar die heeft één balk. En één balk is al voldoende om uit de top van het klassement te knikkeren. En zo de bedrukte gezichten in Kamp Lozeman. Dit is Alexis Goury, debutant uit Frankrijk op Trompe l'Oeil d'Emery. Uitstekende cross-country gereden en dus ook kanshebber voor de eindzegen. Ook hij blijft binnen de tijd foutloos en neemt op dat moment de kop over. En dan gaat de spanning stijgen. Tim Lips op Bayro. Een uitstekend springpaard dat de afgelopen anderhalf jaar tijdens eventingwedstrijden altijd nog foutloos was. Tijdens het springen. Nu nog binnen de tijd blijven. En natuurlijk foutloos. Dit is goed. Die driesprong tikt iets aan, maar gaat er overheen. De spanning is om te snijden. Ook die is goed. En dan naar de afsluiting. Is goed. En foutloos. De blijdschap ook bij vader Maarten Lips. Zou het dan echt? Tim Lips, maar die moet dan nog wachten, want er komt er nog één. En dat is de leider na gisteren. Tim Price, de Nieuw-Zeelander. Als hij foutloos blijft en binnen de tijd op Sekatinka, dan wint hij de Military van Boekelo. Iets wat Nieuw-Zeeland goed kan gebruiken. Want dan wint het ook de landenwedstrijd. Nieuw-Zeeland de laatste jaren niet echt goed. Bijvoorbeeld Sir Mark Todd maakte al een springfout. En dit is Tim Price op Sekatinka. Een Twents gefokt paard. Gefokt door Jan Greve. Die ook met spanning zit toe te kijken. Tim Price nog steeds foutloos. De driesprong. Ook daar gaat hij prima overheen. Ook de tijd lijkt geen probleem voor deze Tim Price. Deze nog en dan nog twee hindernissen. Goed. En ook foutloos. En daardoor wint niet Tim Lips, maar deze Tim Price, de Military van Boekelo. Toch een wat bedrukt gezicht bij Maarten Lips, de vader van Tim Lips. Die dus tweede wordt in deze Military van Boekelo. Want dit is de winnaar. Die hier wordt gefeliciteerd door Jan Greve, de fokker van Sekatinka. Tim Price dus, toch een Nieuw-Zeelandse in plaats van een Nederlandse winnaar in Boekelo. Yeah, what a great mare to go the way she went yesterday, you know, with all the energy required, and then to come along and jump so well today. So I couldn't be more pleased. You know, the support from their owner to my left here, Joanne, and the Kiwi team, the New Zealand team, it's been great. And I do feel sorry for Tim Lips, who came so close. I feel awful for him. It's his birthday yesterday. I don't think there's been a Dutch winner before, so it was a shame that he didn't get one today. So apologies for that, but you know, my mare was so good. So. Bayro die was gewoon in absolute topvorm en ja, ik denk ook dat hij ook fantastisch goed sprong. Kijk, en dat ja, helaas was er een andere Tim beter deze keer.
Maar ik ga toch wel, dit smaakt wel naar meer om toch te kijken of ik nog dichterbij kan komen. Ja, want ik zie één grote glimlach, maar ik kan me ook voorstellen dat je iets hebt van mwah. Ja, ik heb natuurlijk wel even, toen ik hier uit de ring kwam en Tim aan het springen was, natuurlijk ook wel even gehoopt dat hij een foutje zou maken. Maar goed, ik had het niet meer in eigen hand en alles wat ik zelf kon doen, dat heb ik gedaan. En dat is foutloos binnen de tijd springen en daar moet ik gewoon tevreden mee zijn. Hoe zijn die 4 dagen voor je geweest? Want je hebt ook nog je verjaardag mogen vieren gisteren. Ja, het was allemaal top, toch? Ja, het was eigenlijk echt wel de wedstrijd waar ik op gehoopt had en die is ook uitgekomen. Je hebt bijna historie geschreven, man. Heeft hij nog nooit een Nederlander gewonnen? Ja, dat weet ik. En daarom kunnen we in ieder geval nog blijven oefenen om het een andere editie wel voor elkaar te krijgen. Ja.